Focus hier en leuk dat je kijkt naar de nieuwe video. Dit kanaal gaat natuurlijk over het opbouwen van vermogen, persoonlijke financiën, online geld verdienen. Dus het is ook weer een keertje tijd om aan jullie te delen hoeveel geld ik verdien met YouTube. Want daar ben ik heel open en transparant in. En omdat het kanaal zo hard is gaan groeien, denk ik dat heel veel mensen wel benieuwd zijn. Wat verdien je nou met 500.000 views per maand en 2 miljoen views in totaal op je kanaal? Ik ga het allemaal delen, dus laten we al snel beginnen. Je kan op allemaal verschillende manieren geld verdienen met YouTube. Je kan bijvoorbeeld advertenties laten afspelen op je video. Dat is misschien wel de meest voorkomende manier om geld te verdienen. Maar het echte geld zit vooral in samenwerkingen en sponsordeals. Maar als je al vaker video's hebt bekeken op dit kanaal, is je waarschijnlijk wel opgevallen dat ik niet zo heel veel samenwerkingen heb. Ik krijg onderdag zo'n beetje een aanbieding binnen, dat ik bijvoorbeeld een product moet bestreken, even 30 seconden voor een paar €100. Maar 9 van de 10 keer, of eigenlijk altijd, wijs ik dat af. Want natuurlijk, het is hartstikke mooi om even snel een paar €100 te verdienen. Maar het product wat ik dan moet bespreken, dan heb ik dan een beetje mijn twijfels over. Dat ik bij mezelf denk, ja, zal ik het product zelf echt gaan gebruiken? Nou, denk het niet. Dan wil ik het ook niet aanraden aan de kijkers. Natuurlijk zijn er altijd samenwerkingen die eigenlijk heel natuurlijk zijn. Bijvoorbeeld met DEGIRO. Ik zeg heel vaak in video's dat in de beschrijving een linkje staat naar DEGIRO. En als je registreert via de link, dat je dan het kanaal helpt. En dat is echt een samenwerking die heel natuurlijk is. Want zelf gebruik ik DEGIRO, zoals vele Nederlanders, om mijn aandelen te kopen. En ik kreeg heel vaak de vraag van, waar koop jij je aandelen? Nou, dan is het natuurlijk een samenwerking die een beetje voor zich spreekt. Maar dat is eigenlijk een win-win-win situatie. Want natuurlijk, DEGIRO krijgt er een nieuwe klant bij. Ik krijg een kleine vergoeding omdat ik natuurlijk iemand doorstuur naar DEGIRO. En de kijker die kan een broker gebruiken die in mijn optiek echt een prima broker is. Want anders gebruik ik hem natuurlijk zelf niet. En dat is dus vaak met samenwerkingen. 9 van de 10 keer denk ik bij mezelf, ja natuurlijk hartstikke leuk al dat geld wat ik ermee kan verdienen. Maar ik heb liever gewoon een kanaal dat de mensen denken van oké, hij doet het niet alleen maar voor het geld. Natuurlijk, niemand werkt voor niks. Maar als ik elke dag een video zou plaatsen met weer een of andere samenwerking of een product, denk ik dat heel veel mensen denken van ja, het zal allemaal wel. En dat wil ik gewoon vermijden. Natuurlijk, er zijn zat YouTubers die gewoon elke video aangrijpen om weer een product aan te raden. En natuurlijk, je kan er heel veel geld mee verdienen, maar dat is echt iedereen zijn eigen keuze. Maar het is wel zo met samenwerking en sponsordeals dat je niet mag zeggen hoeveel je verdient. Ik heb bijvoorbeeld een contract ondertekend met DEGIRO en daar staat gewoon heel erg duidelijk in dat ik niet mag zeggen hoeveel geld ik ermee verdien. Dus ja, dat kan ik niet delen. Maar voor de rest deel ik in deze video alles over het geld wat ik verdien met YouTube door inderdaad advertenties af te spelen op mijn video's. En het kanaal is natuurlijk de laatste maanden behoorlijk gegroeid, want ik heb al eerder een video gemaakt over mijn inkomsten op YouTube. Maar dat was volgens mij in een periode dat ik 100.000 views per maand pakte of 150.000 views. En nu is het natuurlijk een paar maanden verder. Het kanaal is hartstikke hard gegroeid, veel nieuwe kijkers. Logischwijs verdien je daardoor ook meer. Dus dat wil ik allemaal delen, want daar ben ik gewoon open in. Het is niet zo dat ik... Ja, het is altijd een beetje een gevoelig onderwerp natuurlijk, geld. Maar ja, dit kanaal gaat over geld. Dus ik wil het gewoon allemaal delen. En als je kijkt in de laatste 28 dagen... iets meer dan een half miljoen weergaves met een geschatte opbrengst van iets meer dan $6.000. Je moet wel weten dat deze $6.000 wel naar mij toe gaat. YouTube heeft dan dit bedrag al gedeelte genomen, dus die $6.000, dat is echt voor mij. Maar je moet ook weten, ik upload elke dag een video. Maar elke video duurt zo'n 3 tot 6 uur, ligt er een beetje aan wat voor type video het is. Maar om dat elke dag te doen, 2 jaar lang bijvoorbeeld... ja, dat kan je niet in je eentje volhouden. Dat is onmogelijk. Je hebt altijd je rustmomenten nodig. Dus ik heb mensen in dienst genomen om mij te helpen. Logischerwijs kost dat geld. Dus niet alles gaat naar mij, want ik draai natuurlijk gewoon kosten. En dan heb je natuurlijk altijd nog de belastingdienst. Natuurlijk, er blijft nog steeds een leuk bedrag over. Maar het is niet zo dat die $6.000 even netto in mijn portemonnee verdwijnt. Maar wat heel belangrijk is bij YouTube kanalen, dat is de CPM. En dat is namelijk wat je krijgt per 1000 kijkers. In mijn geval is dat $17.61. Maar dit is een kanaal over persoonlijke financiën, aandelen, beleggen, crypto, noem het maar op. En adverteerders weten natuurlijk, mensen die dat soort video's kijken, die hebben wat te besteden. Want als jij geen geld hebt, ga je niet kijken hoe je aandelen kan kopen. Zo werkt het gewoon. Dus adverteerders denken van wacht eens even, dat publiek van dat YouTube kanaal is vooral vermogend. Die hebben wat uit te geven, ik wil daar mijn advertentie plaatsen. Maar omdat meer adverteerders dat willen, gaat de prijs omhoog. Stel je voor je maakt een video over Minecraft en het publiek is tussen de 9 en de 15, dan willen adverteerders nog steeds een advertentie plaatsen, maar die zijn dan niet bereid om $17 te betalen per 1000 kijkers. Dan is dat bijvoorbeeld $1 of $2, dat is heel gebruikelijk. Je merkt vooral met dit soort kanalen dat het CPM misschien wel van alle onderwerpen het hoogst ligt op heel YouTube. Vandaar dus dat dit een beetje een scheef beeld kan veroorzaken, want als jij bijvoorbeeld een kanaal hebt over gaming bijvoorbeeld, dan ligt het CPM veel lager. En voor elke YouTuber is dat dus ook anders. Je kan dus niet denken als een YouTuber een miljoen views heeft, dan wacht eens even. Focus die pakt ongeveer $6.000 met een half miljoen weergaves, die verdient dan $12.000. Zo werkt het gewoon niet. Maar als we dan eventjes gewoon kijken voor 2021, dan zie je dus gewoon op dit moment $17.553. Nou, hartstikke mooi natuurlijk, ben ik ook hartstikke tevreden mee. Zeker als je kijkt naar de afgelopen maanden, want hè, oktober, november, december, het waren nog steeds prima maanden. Het zijn natuurlijk nog steeds bedragen dat je bij jezelf denkt, nou hartstikke mooi. Maar de laatste maanden gaat het natuurlijk een stuk harder. Maar het is wel heel belangrijk als je begint met YouTube, dat je het echt doet omdat je het leuk vindt. Dus echt een onderwerp waar je passie ligt. Want je ziet natuurlijk nu wel het eindresultaat met prima dagen, zoals je ziet soms €277. Ja, je ziet het gewoon de laatste tijd heel veel bedragen rond $200. Dat is hartstikke mooi. Maar als je eventjes terugkijkt, ik ben dit kanaal begonnen in maart van 2020 en je ziet dus maandenlang dat ik geen euro heb verdiend. Dus je moet eigenlijk een onderwerp pakken waar je passie in zit, want anders hou je het echt niet vol. Als jij YouTube gaat beginnen om zoveel mogelijk geld te verdienen, dan gaat het 9 van de 10 keer niet werken. En je ziet dus ook dat het langzaam opbouwt. Het is natuurlijk een beetje logisch met een YouTube kanaal. Als je het goed doet, zullen er steeds meer mensen kijken, krijg je natuurlijk er steeds meer geld voor. Maar CPM is dus ook heel erg belangrijk en dat verschilt ook wel per maand. Want als ik namelijk op CPM druk, zie je eigenlijk heel erg duidelijk dat het richting november en december steeds wat hoger gaat. 30 af en toe en op een gegeven moment in november zelfs, zie je zelfs dagen dat het boven de $50 is. Dat betekent dus, als ik op 12 november een video maakte met 2000 weergaves, dat ik meer dan $100 had verdiend. Dat heeft ermee te maken dat de feestdagen eraan zitten te komen en adverteerders willen in die periode gewoon reclames maken. Dus er is meer concurrentie om advertenties af te spelen en daardoor gaat de prijs omhoog. Maar je ziet dus ook heel erg duidelijk als er bijvoorbeeld kerst voorbij is, dat het dan weer flink onderuit zakt. Zoals bijvoorbeeld in januari. Want dan zie je echt prijzen zoals de $14, $17, $13, je ziet het allemaal voorbij komen. En in januari had ik een goede maand, want ik kan eventjes laten zien. Januari inderdaad, iets meer dan $7.000 met een CPM van 17. In de maand november was mijn CPM 35. Dus stel je voor ik had dit aantal views in november, dan was het bedrag inderdaad $14.000. Dus het onderwerp is belangrijk, maar ook nog eens de maand. En als ik dan eventjes terug ga naar het overzicht en ik druk gewoon vanaf het begin, dan kan je namelijk zien dat ik 2 miljoen weergaves heb en inderdaad meer dan $26.000. Maar je ziet natuurlijk ook dat ik maandenlang heb ik helemaal voor niks gewerkt. En je ziet de laatste maanden eigenlijk, ik ben bijna een jaar geleden begonnen met dit kanaal, dat ik echt geld begin te verdienen. Want dit zijn namelijk bedragen. Ik zou nu bijvoorbeeld kunnen zeggen tegen mijn werkgever, weet je wat, ik stop met werken, ik ga gewoon lekker leven van YouTube. Dat zou prima kunnen, ga ik niet doen, maar dat is natuurlijk wel iets moois. Want je kan dus van je passie je werk maken. Gaat er heel veel tijd in zitten? Jazeker. Gaat iedereen slagen? Nee. Maar ik ben er echt van overtuigd, als het echt je passie is, je bent bereid er heel veel tijd in te stoppen, dat je iets kan opbouwen wat echt mooi is en echt van jou. Want tuurlijk, ik ben hier hartstikke trots op. Natuurlijk, dit geld is hartstikke mooi, maar ik heb het niet per se echt nodig. Stel je voor, ik had dit niet verdiend en ik was nog steeds bezig met video's, dan had ik het natuurlijk niet elke dag kunnen doen. Want jullie moeten ook weten, als je mensen inhuurt om mee te helpen met video's, dat kost gewoon geld. En niemand gaat video's maken om elke dag €100 of €200 te verliezen. Dat doet helemaal niemand. Dus het is eigenlijk meer zo van, ik verdien geld, maar dat geld wordt eigenlijk gebruikt om het kanaal verder uit te breiden. Zo werkt het gewoon. Maar het is natuurlijk toch mooi dat je eventjes een bevestiging krijgt van, oh, je doet het hartstikke goed. Adverteerders zijn bereid om te betalen. Hartstikke mooi. Ik ben er ook gewoon echt trots op. Want op dit moment heb ik iets meer dan 37.000 abonnees en dat in minder dan een jaar tijd. Daar ben ik gewoon tevreden over. En als je net begint met YouTube, in het begin zal je heel veel fouten maken. Maar die fouten moet je gewoon maken, want anders ga je nooit leren hoe het echt moet. Dus ga je niet meteen vergelijken met bijvoorbeeld YouTubers met 400.000 abonnees die het al jarenlang doen. Want dan kan ik je nu al verklappen dat je slechter bent. Maar je moet je gewoon concentreren op, oké, hoe kan ik vandaag deze video beter maken dan de video van gisteren? En als je het steeds groter en slimmer gaat aanpakken, je hebt steeds meer ervaring, kan dat op een gegeven moment betekenen dat je inderdaad dat je van YouTube gewoon kan leven als je kijkt naar de advertentieinkomsten. Want zoals ik al had aangegeven aan het begin van de video, ik heb bijvoorbeeld een samenwerking met DEGIRO. Ik verdien daar natuurlijk ook geld mee. Dus het is niet alleen maar het geld wat ik verdien met YouTube. Er komt nog veel meer omheen. Dus als je het een beetje slim aanpakt, kan je gewoon echt een leuk salaris verdienen met YouTube. Dus ik hoop met deze video dat ik wat duidelijkheid heb gegeven over hoe je geld kan verdienen, wat je ongeveer kan verwachten, waar je rekening mee moet houden. Mocht je nog vragen hebben, laat het zeker weten in de comments, want ik zie altijd met dit soort video's dat mensen altijd nog wat vragen hebben. Laat het gewoon weten, ik probeer zoveel mogelijk te beantwoorden. Voor nu komen we aan het einde van deze video. Als je meer van dit soort video's wilt zien, vergeet dan zeker niet te abonneren en ik zie je graag terug bij een volgende video. Later.